Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname in haar greep houdt en ook de hele wereld. Nou, de teller is nu op 74 COVID-19 positief geteste personen. Het aantal actieve gevallen is nu op 64. 93 personen zijn in quarantaine. Helaas kan het aantal besmette personen na de herhaling van dit programma weer gestegen zijn. Oké, vanaf donderdag 4 juni, vanaf vandaag om 6 uur 's avonds tot en met 12 juni om 6 uur in de ochtend, tot en met 12 juni vrijdag 6 uur in de ochtend gaat Suriname in totale lockdown. Een week lang gaan we thuis zijn en terwijl dat gebeurt gaan de verschillende diensten de kans om het virus te lokaliseren. Ze hebben de kans om het virus te lokaliseren, te isoleren, te behandelen en zodoende de spreiding in te dammen. Nou, vandaag heb ik in de studio John Conrington. En hij is hoofdklinisch chemisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De laatste keer, het laatste interview dat ik met meneer Conrington gehad heb, was 13 april. Nou, we gaan met meneer Conrington praten over de ontwikkelingen rond COVID-19. Meneer Conrington, welkom in de studio. Dank je. Ja, onze laatste interview was 13 april. Wat heeft u gedaan in die tussentijd tot vandaag? Nou, Hoe heeft u de situatie ervaren? 13 april dacht ik zaten we in de gezegende positie. Dat we konden mededelen, dat we het gevoel hadden dat we het heel goed deden in Suriname. Dat we geen nieuwe gevallen erbij kregen. En het zag er hoopvol uit. En helaas moet ik zeggen dat we dus de afgelopen anderhalve week een KO hebben gehad, een knockout hebben gehad. Doordat het virus zich dus massaal heeft kunnen manifesteren, verspreiden. En dat maakt natuurlijk ook dat we als samenleving een beetje in een andere gemoedstoestand terecht zijn gekomen. En het maakt niet uit wie je bent, of je nou arts bent, of je nou taxichauffeur bent, of je nou leerkracht bent. Toch, iedereen zit nu met een kleine trauma. Klopt. Nou, we moeten zeggen dat is een explosieve groei van het aantal geïnfecteerde personen op COVID-19. Bent u daarvan geschrokken? Ik moet zeggen, ik ben daar wel een beetje van geschrokken. Alleen probeer je heel nuchter te zijn. Persoonlijk had ik verwacht dat we op een ander moment wel een uitbraak zouden krijgen. Ik had lichtjes gedacht dat het pas in november, december, wanneer we weer in onze feeststemming zouden zijn, wanneer mensen weer bij elkaar zouden komen, dat het virus zou toeslaan. Ik had eigenlijk de impact van onder andere de verkiezing onderschat. En sommige mensen, sommige collega's hebben wel gezegd, nee, ik wist het al. Ja. Ik had het niet gehoopt, ik had het niet verwacht, maar we zijn erin. En het is ook heel duidelijk, we hadden het onder controle. De conclusie die we nu wel kunnen trekken, is dat de maatregelen die we toen getroffen hadden, dat ze waarschijnlijk nog niet echt voldoende waren. Ja. Toch? We leefden in een soort schijn voor onderstelling dat ze voldoende zouden zijn geweest. En nu blijkt dat we dus ook wel rekening moeten houden met andere zaken. Social distancing, wat een van de belangrijke factoren is, is dus waarschijnlijk niet een gemeengoed geweest. Want als we allemaal echt aan social distancing zouden doen, dan zou waarschijnlijk ook de impact nu veel minder zijn. Ja. Dus ik denk dat we heel kritisch naar elkaar moeten kijken, evalueren de maatregelen. En dan kijken van, maar wat moeten we beter doen om mogelijkerwijs terug te gaan naar de situatie die we hadden 13 april en daarvoor. Hoe waarborgt u uw veiligheid en die van uw gezin? Moeilijk. Zeker als je in het ziekenhuis werkt. Daar is de plaats waar de concentraties van mensen komen die ziek zijn, dus mogelijk ook COVID hebben. En het personeel bijvoorbeeld bij mij op het laboratorium was na de eerste berichtgevingen van die explosieve groei, was redelijk in paniek. Ja. We hebben heel CITO moeten vergaderen en ook moeten zeggen van, wat gaan we doen?
mensen wilden, ook naar aanleiding van het bericht vanuit het ministerie en het COVID-team, mondkapjes nu op, wilden ze dus ook aan het werk van, hey, luister even, ik kom met patiënten in contact. Ik wil mondkapjes hebben. Dus het was even een kleine broeia. En het belangrijkste is dat je mensen in principe gerust moet gaan stellen. Ja, klopt. En, want paniek maakt dat we gekke dingen gaan doen en niet de juiste beslissingen gaan nemen. Dus voor ons en voor mij was het in ieder geval alvast thuis en ook aan het werk zorgen dat we niet in een paniek situatie zouden geraken. Oké, we praten over de explosieve groei. Wil dat zeggen dat er nu meer mensen getest zijn? Sowieso zijn er meer mensen getest, want als er meer cases zijn, mm-hmm. dan zijn er ook meer contactpersonen. Die worden in beeld gebracht. Dus de hele activiteit rondom COVID is nu verduizendvoudig. En je hebt dus een aantal van de mensen die in contact zijn geweest met de patiënten die, of de mensen die positief getest zijn. Niet iedereen wordt, ook al hebben ze klachten, blijkt COVID positief te zijn, ja. toch? Dus stel dat je in contact bent geweest met een positieve patiënt en je hebt een lichte griep, dan word je getest. Maar het is niet zo dat 100% van de mensen die in contact zijn geweest, lichte verschijnselen hebben, ook COVID-positief zullen zijn. Wat ik graag wil weten, zo'n test, is het pijnlijk? De test op zich is niet pijnlijk. Nogmaals, het is geen bloedtest. Hè? Okay. Men gaat dus met een soort wattenstaaf, gaat men in je keel en in je neus. En dat gaat nog wel een beetje diep naar binnen. Ja. En dat is niet, het is geen prettig gevoel. Maar het is geen pijnlijk gevoel. Het maakt je even onpasselijk. Want sowieso als iets in je neus wordt geduwd, zelfs als er een vlieg of een muskiet in je neus komt, dan vind je het niet prettig. Dus het is een watte waar men dus het materiaal probeert, het slijm en de cellen, probeert men dus op zo'n wattenstaaf te krijgen. En dat wordt dan verder geanalyseerd. En binnen hoeveel uur zijn de resultaten binnen? Normaliter, als je één test zou doen, dan zou je in 2 uren tijd, in een CITO-geval 2 uren tijd, de testuitslag kunnen hebben. Ik heb nu begrepen dat we onder gelukkige omstandigheden zijn, dat we nu een nieuwe test binnen hebben gehad, okay. die binnen 50 minuten een uitslag kan geven. Maar ik begrijp, we kunnen niet wang die test inzetten. We moeten toch wachten totdat we een bepaald aantal hebben en wat er gebeurt is dat men op een bepaald moment van de dag kijkt van oké, nu hebben we 12 testen en dan zetten we het in. Want als je één inzet, dan moet je wachten voordat je die volgende kan inzetten. Dus wat we doen is, we verzamelen het en ik denk dat er op 2 momenten van de dag getest wordt. Nu is het natuurlijk ook wel zo dat er gevallen kunnen zijn waarbij je misschien een zwangere hebt die moet bevallen, die een kind moet krijgen. Waarvan men zegt van, hey, de moeder is positief, dat je dan niet gaat wachten totdat je een aantal bij elkaar hebt. Dus er zijn, maar dat weten dus de infectiologen en de mensen die de behandelaren, afhankelijk van welke patiënt het is, kan het zijn dat men direct inzet en dat men binnen een uur een testuitslag kan krijgen. In ons voorgesprek had u het over swappen. Ja. Vertelt u me het verhaaltje weer. Nou, swabben is wat ik dus aangegeven. Ja. Wat is daar? Dus de organen, keel en neus, daar wordt het materiaal uit verzameld. Over de organen, het gedeelte van de organen. Waarom in de organen? Is nee, dus je neus. Je neus is een orgaan, je keel is een orgaan. Ja. Toch? Dus de mensen, je gaat in je keel, je gaat in je neus. Je probeert wat materiaal te krijgen daaruit. Maar dat, geen bloed? Nee, geen bloed. Slijm dus? Het zijn cellen, het zijn eigenlijk, het is in slijm kan het zitten, maar het zijn eigenlijk de cellen die gelieerd zijn aan je keel en aan je neus. Daarvan proberen wat cellen te krijgen en dat wordt geanalyseerd en daarin wordt COVID opgespoord. En waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, we zien via social media, ja natuurlijk heb je de berichten die niet op de waarheid berusten, maar we zien op social media dat heel veel mensen opgehaald worden. Dat klopt. Ja, worden die mensen dan ook gewoon gelijk getest? Nee, dus het ophalen werkt als volgt. En door wie worden ze opgehaald? Dus er is 178, de overheid heeft een instantie van mensen die speciaal getraind zijn om af te nemen. U begrijpt ook, wanneer ze komen afnemen, komen ze wel met een beschermend pakje aan om dat te doen. Want de mensen die afnemen, die hebben dan, daar heb je geen 1,5 meter contact, want als ik in je neus moet gaan, dan is het 1 centimeter contact.
Je komt, er wordt afgenomen en dan blijf je rustig thuis of op de plek waar je wordt afgenomen. Dan worden de mensen nog niet opgehaald. Het materiaal wordt opgehaald en gebracht naar, het, naar de diverse labs. Okay. Daar vindt de test plaats. En het moment waarop de instanties te horen krijgen, het is positief, mm-hmm. ja, dan word je wel weer opgehaald okay. voor een tweede. Nu word je dan opgehaald. Dus eerste instantie, als mensen komen en er komt een ambulance of wel dan ook, dan is het voor het verzamelen van het materiaal. En als je negatief bent, nou, dan okay. is er niets dus meer. Eigenlijk raakt men zomaar in paniek als ze zien dat de ambulance ergens in de buurt is. Dat klopt. Dat wil nog niet zeggen dat er een positieve, geïnfecteerde persoon daar is. Nee, nee, nee. Het kan een suspecte case yes. zijn, maar je weet nog niet wat de uitslag is. Oké, oké. Okay. Dat wil nog niet zeggen dat de buurt in rep en roer moet zijn. Ik kan me voorstellen dat het is eigenlijk 50-50. Het is 50, nou niet eens 50-50. Ja. Ik denk dat we kennen de cijfers nog niet, want mm-hmm. we hebben, alhoewel we 70 zoveel patiënten hebben, geloof ik nu, toch? Mm-hmm. In zijn totaliteit, ja. Zijn er veel meer mensen die negatief getest zijn dan dat ze positief getest zijn. Ja. Toch? Dus het aantal positieven is niet 50%. Ik ken de exacte getallen niet, maar er is een kans, een grote kans ook, dat je nadat de test is afgenomen, dat het negatief is. Naarmate de epidemie vordert en we meer mensen krijgen, dan wordt de kans natuurlijk groter dat if it sounds like COVID, if it walks like COVID, then it is COVID. Yes. Wat nu? Hoe ernstig is deze situatie nu in Suriname? Het is ernstig genoeg om maatregelen te gaan treffen. En men moet ook, de samenleving moet ook weten, maar waarom worden deze maatregelen getroffen? Want ik ben ook een tegenstander om te zeggen, dit is maar koppig. Mm-hmm. En ik verschil van mening met de instanties die roepen, ja maar het is koppigheid. Mensen die vaak roepen het is koppigheid, dat is vaak omdat ze zelf ook angstig zijn. Toch? Heel vaak is het zo dat mensen niet goed geïnformeerd zijn, de impact niet weten. We hebben het gezien aan de deur van de poorten van het academisch ziekenhuis. Ja. Daar staan mensen gewoon op elkaar. Want ze willen naar binnen komen. Ook in de winkels. Gisteren heb ik dat opgemerkt. Ja, ook in de winkels. Ja, dat klopt. En dan wil je ze zeggen anderhalve meter afstand. Maar als iemand niet goed begrijpt waar het om gaat, dan... Dus we moeten ook weten, we moeten ook in de psyche kunnen kruipen van de mensen die we willen informeren. En ik denk dat mensen best wel bereid, we moeten die boodschap ook een beetje positief brengen. Natuurlijk zeggen we van, ja joh, dit en noem maar op, if ik kies COVID en noem maar op, het is ernstig. Maar mensen zijn bereid om hun gedrag te veranderen. Als je het brengt op het niveau waarop zij dat kunnen absorberen, dat ze dat kunnen verwerken. En vandaar dat ik denk dat we op verschillende manieren die boodschap moeten brengen. Ja. Niet alleen mensen bang maken en verwijten, want verwijten heeft geen zin. Want we willen de medewerking hebben van een ieder. Ja. Zo van spreken, een drugsverslaafde, die heeft waarschijnlijk... Het is dat hij lak aan mensen heeft, maar die wil zijn pit gaan kopen. En die gaat regels overtreden. Ja. Omdat het zijn eigen regel is, ik heb een verslaving. Hoe gaan we om met die groepen? De mensen die brood gaan kopen bij de Chinees, die hebben honger. En dan moet je dus je moet maatregelen gaan treffen om die mensen ook te helpen in de dingen die ze van nodig hebben. Want ze hebben een bepaalde noodzaak en dan kan je zeggen, ja maar je mag anderhalve meter afstand. Ik heb het in het vorige programma ook gezegd. Als die Chinese winkel sluit en één luikje daar zet, dan gaan mensen daar dringen ja. om, want dat zijn ze gewend. Maar daar hebben we het eerder over gehad, in alle afleveringen eigenlijk, en toch nog dringt het niet door. Waarom? Het gaat niet doordringen, want de regels die je afvaardigt moeten gecontroleerd worden. Wie moet ze controleren? Mm-hmm. Toch? Je seatbelt omzetten. Als er geen controle is, gaat niemand het doen. Als er geen boete is, gaat niemand het doen. Toch, waarom moet ik het zetten? Want ja, omdat je niet doodgaat. Maar 20% die begrijpt die boodschap, die zijn zo geconditioneerd dat ze het doen. Maar 80% denkt, Tim Sidesco, toe met wat me belt. Ja, snel. Bij de winkel geldt hetzelfde. Wie moet erop toezien? We willen anderhalve meter afstand, we willen 3 meter afstand. Maar wij moeten samen nadenken van hoe gaan we dat in stand houden. En controle is een van de dingen. Als je regels afvaardigt en je hebt geen controle, anaiwoko. Ja? Dus ik vind dat we, en wie moeten de regels, de politie, ja. dat is, die zijn er te weinig. Als ze in buurten moeten gaan rijden om toe te zien, gaat niet werken.
Waar moeten we naartoe? Eigenlijk zelf controlemechanismes opzetten. Yes. In de buurten. Ik noem community leaders die er zijn. Mensen in de buurt die een gezaghebbende positie en functie hebben. They have to step up. Zij moeten beginnen om te zeggen van, hey, we gaan een buurtcomité opzetten. Dus elke buurt moet eigenlijk een crisisteam hebben. Yes. Een gerespecteerd crisisteam. En die zegt, hey, we gaan bij die Chinees kijken en we gaan daar proberen te ordenen. We gaan strepen daar zetten, ook bij de Chinees. En toezien dat het ook nageleefd wordt. Niet controleren betekent zomaar regels maken. Zomaar regels maken, nee. Goed gezegd. Meneer Codrington, hoe belangrijk, dus tot slot, hoe belangrijk is het dragen van een mondbedekking als je naar buiten gaat? En gaat de totale lockdown helpen? Laat me eerst met die laatste beginnen. Gaat de totale lockdown helpen? U mag ja. Ik moet goed nadenken. Ja, ik wil even nadenken. Nee en ja. Okay. De totale lockdown gaat alleen maar helpen als wij totaal als samenleving ons houden aan de regels. En wat bereiken we met de totale lockdown? Dat we even een vermindering krijgen. Maar waar is die bedreiging? Want stel dat we het weer hebben gebracht naar 13 april. We hebben 0 geïnfecteerden die erbij komen. Dan is die bedreiging van buiten nog steeds niet weg. Hoe gaan wij nu? Want ja, lockdown gaat helpen voor nu. Ja. Maar lockdown gaat niet helpen voor altijd. Oké, maar is die week voldoende? Nog 7 dagen? Week zeker, dan heb je al een goed beeld. Want de mensen die ziek gaan worden, die zijn nu al geïnfecteerd. En dat binnen een week, want de incubatietijd dat mensen ziek gaan worden is ongeveer een week. Tot zelfs 2 weken. Sommige mensen duren het pas 2 weken voordat je ziet dat ze beter worden. Dus ik verwacht persoonlijk dat de lockdown niet een week gaat duren, maar 2 weken. Okay. De eerste week is voor daarna evalueren. Mm-hmm. Wat moeten we bijstellen? Kunnen we het een beetje ietsje minder doen? Welke diensten hebben we overgeslagen? Maar ik denk dat als we kijken naar het gedrag van het virus, dan gaan we 2 weken heel stringent met elkaar bezig moeten zijn. Maar ik denk dat het doorgaat na die 2 weken. Want het gevaar is gekomen van buiten. We hebben gezien, het was niet in Suriname. Dus wat we ook deden, we zouden niet geïnfecteerd raken. Nee. Toch? We hebben ons niet gehouden aan social distancing. Niet omdat we het niet echt wilden, soms omdat we het niet begrepen. Er kwamen geen gevallen erbij. We hebben het gevaar gezien van buiten, van de grenzen naar binnen toe. Is dat gevaar over 2 weken weg? Waarschijnlijk niet. Toch? Dus, ik zeg dit, die totale lockdown gaat niet helpen als we niet bereid zijn om ook te kijken naar de grenzen. Als die grenzen steeds de bedreiging worden, dan gaan we lockdown na lockdown. We gaan lockdown hebben en dan hebben we een cooldown. En dan weer een lockdown en daar een cooldown. En u begrijpt dat dan. Dus eigenlijk zijn we weer terug bij af? We zijn bij af. We zijn bij af? Ja. Oké. De mondbedekking. Nu is mondbedekking als je naar buiten gaat. Hoe belangrijk is dat? En dan kunnen we afsluiten. Neus-mondbedekking, zijn de meningen verschillend. Mm-hmm. Sommige mensen vinden dat het nonsens is. Ik denk dat het wel bijdraagt tot het terugdringen van de verspreiding. Dus het heeft een bepaald effect. Maar wie bescherm je? Bescherm je jezelf of bescherm je persoon tegenover je? Uit liefde bescherm je die persoon die tegenover je is. Toch? En die ander die het heeft, beschermt jou. Dus daarom is het een... Okay, dus we beschermen elkaar. We beschermen met elkaar zo'n als we dat doen. Bedekking. Maar in de auto zitten met een mondbedekking, dat is falikante nonsens. Je zit alleen, zeker als je alleen bent. Want ik zie ook mensen achter het stuur en hebben ze een mondkapje op. Je bent alleen in die auto. Yes. Dus je kan niet besmet worden, want er is niemand. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Als je op een eenzaam strand bent, dan moet je echt niet met een mondkapje gaan lopen, want je maakt jezelf alleen maar zieker. Maar als je komt op plaatsen waar je niet weet wie met jou in contact zou komen, mensen kunnen langs je lopen en hoesten in je gezicht. Yes. Dus plekken waar je weet dat mensen bij elkaar kunnen komen, daar zou ik wel zeggen van verminder het risico en doe je mondkapje op. Ga je naar de winkel, doe je mondkapje op. Thuis ben je met je loved ones. Het heeft geen zin dat alle gezinsleden daar met een mondkapje, of dat je op je erf gaat met een mondkapje. Dus schat het een beetje zelf in als je zegt van, daar kan ik een heleboel mensen tegenkomen. Ik ga naar de apotheek. Je kan niet van tevoren zeggen, die mag niet komen. Zet je mondkapje op en dan bescherm je de mensen die daar in de omgeving zullen zijn. Yes. Meneer Codrington, dank u wel. U heeft
altijd informatie voor ons. En natuurlijk informatie die we mee kunnen nemen voor de rest van de week. En ik denk, COVID-19 gaat niet meer weg. Voorlopig niet. Maar nu moeten we de regels blijven opvolgen. Sowieso ons houden aan de regels tijdens de totale lockdown. Anders gaat dat niet helpen. Ik zeg elke keer dat we het samen kunnen. We moeten het samen doen. Dat is heel belangrijk. Maar ook, als slot wil ik toch even aangeven, laten we niet in paniek raken. Okay. Want paniek is geen goede voedingsbodem om dingen goed te doen. Toch? Yes. En laten we ook elkaar niet verwijten van wie schuld is het. Het is geen tijd om te zeggen van maar door wie komt het. Klopt. Nee, het huis brandt. En we moeten proberen dat de brand die er nu is, dat we het samen blussen. Yes. En dat schade beperkt wordt. Yes, dankjewel voor de komst naar de studio. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vergeet niet, blijf de instructies van de overheid strikt volgen. En houd u aan de regels. Vooral handen regelmatig wassen. Afstand. En afstand houden. Ik wens u een veilige dag verder. Bye bye.